Er zijn zoveel boeken. Dus hoe kies je? Kies je omdat het genomineerd werd voor een literatuurprijs? Of omdat het viraal ging op sociale media? Wiens advies volg je? Toch maar de professional? Want er zijn wel wat vooroordelen over online literatuurkritiek. Online critici zijn irritante internethallen met een gebrek aan expertise. Of ze kijken niet naar de esthetische eigenschappen van een literair werk, zoals een innovatieve vorm of poëtische schrijfstijl. Maar klopt het wel? Die vooroordelen wil ik aankaarten door een decennium aan literatuurkritiek in het kader van 4 literatuurprijzen te onderzoeken. Hiervoor vergelijk ik meer dan 285.000 tweets en Instagram-posts over de genomineerde boeken en prijzen met de officiële juryrapporten. Ik labelde hun inhoud met een innovatief getraind computermodel. Vermelden de critici enkel het boek in het algemeen of ook vertelperspectief, vorm, schrijfstijl, etc. En verrassing? Uit mijn vergelijking bleek dat zowel de Twitteraars en Instagrammers als de officiële prijzenjury ongeveer even vaak die esthetische eigenschappen zoals vorm of schrijfstijl bespraken. Conclusie? Online literatuurkritiek is niet per se oppervlakkig. Prijzen blijven waardevol, maar je mag dus ook gerust die online recensie vertrouwen.